Superleuk dat je intuunt op de Prego's afleveringen waarin ik je meeneem in mijn verhaal tijdens mijn zwangerschap en mijn inzichten met jou ga delen. Ik wens jou heel veel luisterplezier toe. Hallo en welkom bij de eerste aflevering van de Prego's series. En uh, dit heeft eigenlijk even geduurd, uh, net zoals de Reiki-afleveringen uh, die ook nog moeten komen. Maar ja, hè, beter later nooit en overal is er een perfecte timing voor. En daar mogen we ook altijd weer in overgave zijn. De vorige was, uh, ik heb dit geloof ik, dit is geloof ik mijn derde of vierde poging dat ik uh, dit opneem. Niet nu achter elkaar hoor, maar dan heb ik het uh, opgenomen en dan uh, kon ik het weer niet uploaden. Uiteindelijk, uh, ik dacht van nou, er is iets met mijn laptop en dat was ook. Uh, wat was het nou? Ik moest hem gewoon opnieuw opstarten. Ik had te veel, te lang dingen openstaan. Want ik laat hem gewoon eigenlijk altijd aanstaan. Super um, Maar omdat ik dan zoveel tabbladen open heb staan. Dat ik, um, ja, nou ja. <laughs> Op een gegeven moment uh, ja, moet die gewoon weer opnieuw opgestart worden. En toen deed alles het weer. Dus ik weet zeker dat ik deze nu ook gewoon gelijk kan uh, uh, ja, uploaden. Dus dat is ook wel gewoon fijn. Ik vind het leuk om te beginnen met vertellen dat ik. Um, um, het contact met uh, mijn kleintje in de buik nu ook al uh, uh, probeert te activeren. Zoveel mogelijk um, niet geforceerd. Ja, totaal niet geforceerd. Als ik het niet voel, als ze beweegt en ik heb geen zin om op die manier te reageren. Of ik ben gewoon even bezig. Dan, uh, ja, dan reageer ik, ik reageer niet altijd verbaal of fysiek. Um, ik reageer of energetisch telepathisch met haar... Of gewoon even niet. En dat is ook gewoon oké. Okay. En ik denk dat dat ook een mooie uh, basis is voor een ouder-kind-relatie. Dat er niet altijd reactie nodig is wanneer er een actie gegeven wordt. Dus dat, dat wil ik gelijk even delen. En met mijn intentie uitzetten heb ik ook daarna gevraagd aan haar van, nou, als je met me mee wilt doen, ben je van harte welkom. En we gaan er gewoon een gezellig episode van maken. En, um, nou, ze is alweer druk bezig met bewegen, terwijl ik begon met praten. Dus dat is wel echt superleuk. Het is heel fijn om die connectie op spiritueel energetisch niveau... Um, te, te ervaren eh, buitenom het fysieke. Dus wat je fysiek allemaal ervaart in je buitenbewegingen, de, de hikjes of de... Nou ja, ik noem het een beetje bulblazen, <laughs> wat ze ook aan het doen is. Dus um, ik geniet er met volle teugen van. En ik wil deze episode, wil ik gewoon het begin vertellen van... Um, hoe mijn zwangerschap tot stand is gekomen. En uh, mijn verhaal delen. Uh, in, in, ja, gewoon mijn verhaal delen. Het is eigenlijk altijd wel fijn om verhalen te horen en soms denk ik bij mezelf, ja, wie zit er nou op mijn verhaal te wachten? Eigenlijk helemaal niet zo op die manier bijzonder of uh, misschien niet op die manier de inzichten die ik die, 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 die direct zou delen. Maar ik denk dat er altijd wel iets is om uit te halen. En zeker als je dus uh, getrokken voelt tot deze prego series dat er uiteindelijk zeker wel mooie inzichten misschien voor jou in zitten. Misschien is dit je eerste zwangerschap, misschien ben je zwanger te worden. Misschien is dit um, hè, uh, een van de meerdere zwangerschappen die je uh, die de tweede, derde, vierde, vijfde, zesde misschien. Uh, dat zou allemaal gewoon kunnen. Um, dus ik vind het leuk dat je luistert. Ik uh, ben heel erg benieuwd ook naar de reacties op deze episode-series, uh, Hoeft niet gelijk op de eerste episode te zijn, maar gewoon eigenlijk de series die ik ga opnemen. Ik wil een beetje mijn verhaal daarin vertellen. Ik uh, ben nu 24 weken zwanger. Zaterdag 24 weekjes. En um, ik ga een beetje terug in de tijd moeten praten. Dus dan weet je dat. Ik heb niet uh, namelijk, ik heb wel een dagboekje voor mezelf bijgehouden. Maar ik ga gewoon lekker kletsen, lekker praten. Um, als ik iets moet delen, dan deel ik dat. En als, uh, als ik iets vergeet, dan ben ik daar ook in, in overgave. En wie weet, komt dat ook wel in de volgende episodes terug. Um, laten we beginnen bij het stuk dat ik eerst best wel zenuwachtig was om zwanger te raken. Uh, ik ben 29. Nee, ik ben bijna 29 jaar oud. 16 mei word ik 29, dus ik ben nu nog 28. Um, mijn man Rashi, die is dit vorig jaar is hij 30 geworden en hij heeft eigenlijk altijd gezegd: ja, liefst voor mijn 30ste wees zo ideaal. Um, zou ik ook wel gewoon kinderen willen hebben, in ieder geval mijn eerste kind. <laughs> Dat voor zijn 30ste is dus niet gelukt. Um, ik ben namelijk ook uh, onlangs ondernemer geworden. Ja, onlangs. Het is niet een jaar geleden. Uh, ik ga nu mijn derde jaar in. Uh, eigenlijk is dit... mijn tweede volle jaar die ik ga maken. Dus het is allemaal nog niet zo heel erg lang. Um, oh, mijn derde geloof ik. Nou, ik weet het in ieder geval niet. 2017 heb ik me ingeschreven... bij de Kamer van Koophandel in oktober 2017. Uh, en uh, pas... Uh, in 2018 uh, ben ik... volledig zelfstandig gegaan. Dus dat was eigenlijk ook wel allemaal... een hele kort tijdsbestek... Nou, inderdaad, trouwens. Dan, uh, dan zitten we nu, want het is nu 2020. Dan uh, zaten we begin dit jaar op de twee jaar pas. Dus um, daardoor heb ik natuurlijk niet op die manier een stabiel inkomen nog. Nou ja, sommigen hebben dat wel al kunnen manifesteren. Dat heb ik eigenlijk nog niet echt voor mezelf gemanifesteerd. Ik ben een beetje, uh, beweeg mee op de flow. Uh, ik ben nog een beetje aan het kijken van ja misschien wat standaard dingen hebben die, uh, die zijn. Nou ja, dat is in ieder geval met ondernemerschap en en hetgeen wat ik doe is dat niet echt. Je bent gewoon afhankelijk van de mensen die naar je toe komen, het product wat je natuurlijk aflevert, wat je voelt. Ik voelde in het begin gewoon heel erg die rijke behandeling, die trajecten. En ja, daar zit je gewoon een beetje vast aan het stuk. Wanneer komt er iemand naar je toe? En ik ben ook niet een type die heel erg actief aan reclame doet. Uh, dat gaat bij mij allemaal een beetje op mond op mond en um, uh, via andere mensen. En daarmee uh, komt er toch altijd weer, komen er toch altijd weer mensen op mijn pad die wat uh, bij mij willen afnemen. Ik heb ook wel standaard dingen zoals online healingen staan. Um, maar. Ik vond het eigenlijk allemaal best wel eng. Ik denk, nou, voor mezelf kan ik het allemaal, weet je wel, is het allemaal prima. Met tweetjes. Maar als er dan de verantwoordelijkheid van een kind erbij komt, vind ik dat gewoon heel erg spannend. Dus heb ik dat in het begin sowieso afgehouden. En was dat ook natuurlijk heel erg normaal om dat gewoon in het eerste jaar te doen. Maar ja. Op een gegeven moment komt er toch wel uh, de kwestie van, ja, ik wil sowieso wel heel erg graag kinderen. En ik had met Rasje erover en weet je, toen op een gegeven moment zeiden we gewoon allebei, laten we gewoon uh, van de zomer, uh, vorig jaar zomer, laten we gewoon kijken hoe het, uh, hoe het gaat, hoe het verloopt. Ik was al een tijdje van de anticonceptie af. Ik wilde heel erg uh, in tune komen met mijn eigen cyclus. Daardoor was ik dus al uh, nee, aan het ontpillen, noemen ze dat. Ik zat aan de pil, uh, best wel lang, geloof vanaf mijn veertiende geloof ik. Of mijn vijftiende. Ik heb eigenlijk geen. Idee. Ik geloof vanaf mijn vijftiende. Dus dat is toch best wel een tijdje. En uh, ik kreeg eigenlijk wel heel erg snel mijn, uh, mijn cyclus. En best wel regelmatig. Dus ja, ik dacht ook, oké, okay, ja, dan kunnen we kijken. En dan hadden we geen andere voorbehoedsmiddelen. Dus toen dacht ik, oh my god, ik geloof dat ik gewoon gelijk zwanger kan zijn. Dus ik vond dat allemaal in het begin heel erg spannend. En wanneer wij eh, iets spannend vinden vanuit toch wel een stuk angst, dan ga je een beetje verkrampen. Dus uh, ik dacht dat de eerste keer echt raak was. Ik voelde heel mijn lichaam veranderen en het was allemaal anders. En ik deed zo'n early pregnancy test en het was er niet. En uiteindelijk kwam, begon mijn menstruatie. En toen dacht ik: Nou, ik uh, ben toch niet ongesteld geworden. Maar. Wat ik die eerste maand had ervaren was bijna identiek aan wat ik die maand ervaarde, uh, een beetje in mijn lichaam, een beetje een andere energie op de maand dat ik echt zwanger bleek te zijn. Um, uiteindelijk ben ik zwanger geraakt in november. Uh, ze tellen dus, nou, dat wist ik niet, het is mijn eerste zwangerschap. Ze tellen dus vanaf de eerste dag van je laatste menstruatie, en dat was voor mij 2 november. Um, en ik ben midden november ben ik dus hè, heb je je ovulatie gehad, heb ik ge ben ik geovuleerd en ben ik zwanger geraakt. Um, van de zomer was ik dus nog best wel tense erover. En iedere keer wanneer we gemeenschap hadden gehad ging ik op uh, in mijn agenda kijken, denk ik oh god ja nou zou het, oh god ja, ik heb eigenlijk niet gekeken of dit nu wel de dag is dat ik eigenlijk overleer. en oh, stiekem in mijn hoofd van oh laat het niet de dag zijn dat ik overleer. Ik zat een beetje ertussenin want aan de ene kant wilde ik het wel, gewoon heel graag, maar ik wilde wel een overgave zijn. Ze zeggen dat de lessen die jij weer mag leren, dat die met elke fase natuurlijk komen. En zwangerschap en de weg naar zwangerschap toe zijn van dat soort fasen waarin jij mag gaan oplossen, mag gaan helen, daardoor weer mag gaan groeien. Waar mijn angst eigenlijk vandaan kwam was niet alleen mijn wens altijd al voor financiële stabiliteit en zekerheid. Het was dat ik mijn um, leven eerst best wel, mijn relatie en als perfect voorbeeld, mijn huwelijk, heel erg had geforceerd. Heel erg uh, had gepusht, uh, precies, eigenlijk alles zo had bepaald uh, en dat ook zo had gekregen hoe ik het zou willen. Uh, maar daardoor op de dag zelf, um, ja. Dat het allemaal niet goed genoeg was. Uh, bepaalde dingen waren toch niet goed geregeld. Of voelde ik dat het niet goed geregeld was. Ik was heel erg gestrest. Um, ik wilde de controle houden. Maar extreem, echt een. Als ik nu op mezelf terugkijk en hoe ik nu ben. denk ik: wow, dat is echt een verschil tussen dag en nacht. Dan kan ik wel echt een controlfreak toen zijn. Dus uh, ik ben veel meer in het los laten gekomen. Dat was ook wel echt mijn wake-up call. Die periode van, oké, okay, ik wil echt wel anders gaan leven. En ook in die periode, want we zijn in 2016 zijn we getrouwd. En um, toen waren we ook al tien jaar samen. En ik vond dat gewoon mooi, weet je wel. En ik vond het gewoon mooi. Ik denk, nou, tien jaar en dan getrouwd, dat vind ik gewoon mooi. En zo wilde ik het ook hebben en zo heb ik het ook gekregen. Um, maar... Ja, en dat was ook de periode na 2016 dat ik meer met reiki in uh, aanraking was gekomen. Eigenlijk het, we zijn, augustus, zijn we in augustus getrouwd en ik geloof dat eind dat jaar is reiki op mijn pad gekomen. Sowieso was ik al heel erg lang bezig met spirituele ontwikkeling, maar um, de weg naar ook reiki toe en zo heeft me uh, wat meer inzicht gegeven omtrent dus wat voor persoon ik ook wil zijn. En ja, dat herken je ook. Je begint gewoon ergens, maar je evolueert ook weer ergens steeds weer in. Uh, en je ziet steeds meer inzichten over jezelf, van jezelf. En dat komt er ook gewoon in fases en delen. Ik wilde absoluut met mijn zwangerschap, wilde ik. Niks pushen en daardoor uh, heb ik gewoon de afspraak met me gemaakt, met mezelf wilde, willen maken, wat nog niet echt heel erg mogelijk was, <laughs> omdat ik dus nog wel wat had op te lossen daarin. Gewoon wat had te helen, niet echt oplossen, maar gewoon wat heling mogen brengen. Niet zo hard zijn voor jezelf, want alles gaat eigenlijk gewoon perfect en precies hoe het moet gaan voor jou om te komen waar jij mag komen, waar jij mag zijn en mag gaan leren wat jij mag leren in dit leven. Um, maar ik wilde dus absoluut niks forceren met mijn zwangerschap en daardoor ook echt heel erg aan het universum overlaten. Dus daardoor plande ik ook helemaal niks. Um, Ras en ik zijn sowieso nou niet echt het type mens dat dan echt zou zeggen: Ja, nu gaan we onze ovulatie, mijn ovulatie echt plannen. En op die dag dan ook echt gemeenschap hebben. Dat, um, nee, dat voelden wij ook echt totaal niet. En gelukkig is Ras ook zo iemand van: Ja, laten we het gewoon in de handen van God over. Want dan weten we gewoon dat het, wanneer het komt, dat dat de perfecte timing is, uh, op welke manier dat ook mag komen. Dus um, heel erg eigenlijk van de grondbasis in overgave. Alleen, ja, uh, <laughs> af en toe kan je gewoon in ego schieten. Die momenten heb ik gehad. Uiteindelijk kom ik uh, uh, Philomena tegen. Philomena van Mena's World is een, hoe je het noemt, een medium. Uh, ik geloof ook astrologen. Of daar is zij zich meer aan in, in het verdiepen. Uh, ze heeft een YouTube kanaal uh, met veel volgers. Ze deelt daar hele leuke reading ook in. Uh, ik vind het leuk om naar haar te kijken. En ik, uh, uh, ik wist al van haar bestaan, om maar zo te zeggen, al heel lang. Ja, kennen kan ik het niet zeggen. Maar een vriendinnetje van mij die werkte, uh, ik en een vriendin van mij, uh, werkten heel lang geleden, uh, liepen wij stages samen bij Bouwman in Rotterdam. Dat is voor de verslavingszorg. Um, zij is uiteindelijk, daar heeft ze echt een baan gekregen en heeft zij met Filomena samengewerkt bij de Bouwman. Zij zei toen al tegen mij: Jen, dit is echt jouw type vrouw. Ze is praat over um, zoveel dingen die jouw interesse ook pakken qua spiritualiteit paranormaal vermogens, et cetera, et cetera. Maar het is er eigenlijk nooit van gekomen om echt contact te hebben met elkaar. Uiteindelijk ben ik zelf daar gaan werken. Dat heette toen geen Bouwman meer, maar Antus... ...omdat ze raakte met Delta Psychiatrisch Centrum van uh, Rotterdam. En uh, van Rijnmond, hoe je dat ook noemt. En op een gegeven moment, uh, ik... Uh, ...nog steeds uh, heb ik haar nog niet gezien in, uh, toen in het echt... Maar uh, ze bleef opeens wel in mijn gedachten en op een gegeven moment kwam ik haar tegen, of op YouTube of op Facebook of zo. En ik dacht, weet je wel, het voelde zo goed. Ik denk, ik ga gewoon iets bij haar afnemen. Kijken wat voor aanbiedingen ze heeft uh, en aanbiedingen bedoel ik gewoon wat haar aanbod is, wat zij aanbiedt. Uh, en dat waren readingen ook. Dus ik denk, weet je, ik ga gewoon een reading bij haar doen. Dus we hebben een reading gedaan en echt waar, zo freaky. Het is jammer dat ik niet heb opgenomen, want dan weet ik het ook niet zeker. Maar één van de eerste dingen, als niet het eerste ding, is wat zij tegen me zei. Terwijl zij kende mij niet. Zij heeft mij ooit van dus die vriendin wel gehoord. Misschien, nou ja, dat is natuurlijk al lang, dat was ook al lang vergeten. Van oh, ik heb een vriendin die is daar ook helemaal mee bezig. Jullie zouden echt leuk klikken met elkaar. Ze zou het helemaal geweldig vinden om het daar met jou over te hebben. Um, dus ze kende me helemaal niet. Um, Zij wist ook verder helemaal niet wie ik was. Um, ook iemand die, ik, als ik ergens mee bezig ben, hè, zoals zo'n zwangerschap... ja, dat hou ik dan wel een beetje voor mezelf. Dat deel ik nou ook niet echt met vriendinnen op die manier. Dat ik ga zeggen van, nou dames, we gaan nu uh, starten voor een baby of zo. Nee, kijk, um, alles gebeurt in een flow. Als ik het wil zeggen, zeg ik het. Van, nou, we zijn nu wat meer mee bezig. Ik heb al een aantal gesprekken ook gehad met mijn vriendinnen daarover... Um, maar op dat moment, uh, dat was toen was het september of oktober. Ergens die periode. Heb ik het nog niet zo echt actief gedeeld. Een beetje voor mezelf gehouden, omdat ik dacht van ja, ik heb nog zelf gewoon heel veel dingen op te lossen. Um, je weet wel dat je het op een gegeven moment over gaat hebben, of misschien eigenlijk helemaal niet. Um, het is niet dat je het niet wil delen, maar dat je denkt van het hoeft niet gedeeld te worden. En dat is ook gewoon goed. En hier mag ik gewoon even zelf mijn eigen uh, inzichten nog even over krijgen. Want anders dan. Ja, waar heb je het dan eigenlijk over samen? Dan kan je net zo goed over andere dingen hebben die uh, misschien net zo in zijn. Of gewoon leuk en gezellig zijn om over te praten. Dus uh, maar een van de eerste dingen is die ik zei, waarom ben jij nog niet zwanger? En ik dacht echt bij mezelf, uh, WTF? de fuck? <laughs> Hoezo zeg je dat, weet je wel? Maar toen hadden we, nou oké, okay, het gesprek ging ook onder andere daarover. Ook een stukje van mijn business, omdat ik ook merkte van ja, ik zit wel weer op het stuk van hè. I don't know, wat moet ik doen? Waar wil ik naartoe? En nou ja, compleet. Uh, want wanneer je over eigenlijk één gebied een beetje twijfel hebt, of, of nou ja, een beetje twijfel, gewoon twijfel hebt. Dan uh, spreidt zich dat ook uit over andere gebieden in je leven. Omdat dat is gewoon wat er in jouw escrow zit. Wat er in je energieveld zit. Dus dat is wat je aantrekt. Ze kreeg dat ook weer een beetje uh, om mijn werk. Uh, alles gaat natuurlijk in fases. Dus ja, dat was ook weer. Dacht, nou, kijken of er nog wat inzichten uitkomen. Maar zij zei: laat het stuk over financiën alsjeblieft los. Sowieso is het niet aantrekkelijk voor je partner als je iedere keer in die angsten blijft zitten. Of dat als argument gebruikt of als een jamaar. Ze zegt, en wat haal je eruit? Zeg, jij weet ook donders goed, net zoals dat ik weet, hoe de love attraction werkt. En uh, dit is niet de manier, de energie waarop jij overvloed gaat aantrekken. Dus toen dacht ik, ja, she's right, you're right, weet je wel ja, zo. Dus we hebben het daarover gehad. En uh, ze zegt, nee, je moet gewoon echt beginnen aan kinderen. Het is gewoon de tijd voor jou. Dus uh, op een gegeven moment had ze ook aan het eind van die reading, uh, deed zij ook iets met bedeltjes, had zo'n... Uh, Koekjes trommel. <laughs> ze hadden allemaal beeldjes verzameld van iedereen, alle mensen die bij haar langs uh, waren geweest. Uh, en die gewoon van die leuke beeldjes hadden om aan haar te geven. En daarmee, en daar hou ik ook echt van. Want ja, hoe werk je met het universum? Je kan op alle creatieve manieren werken met het universum. Pak gewoon wat beeldjes eruit. Of zij pakte wat beeldjes voor mij uit, omdat het op afstand was. We gingen Skype met elkaar. En op een gegeven moment uh, <laughs> kwam ook de. Onder andere het bedeltje eruit. Uh, uh, suiker, sowieso. <laughs> en uh, girls, girls. En het enige wat zij ook tegen mij kon zeggen is. Eet meer suiker. En toen dacht ik, ja, ik was uh, ook. Die periode was ik, uh, in, die, in dat jaar was ik ook vegan gaan eten in het begin van dat jaar en suikervrij. Dat is me in het eerste halfjaar is dat heel erg goed gelukt. En het tweede halfjaar voelde ik me eigenlijk daar steeds slechter bij. Qua niet slechter bij de manier van eten, maar uh, dat mijn lichaam toch bepaalde dingen ging missen. En dat ik toch niet echt zo'n goede, uh, ja niet echt de juiste dingen misschien nog tot me nam om mijn ja, lichaam daarin goed te ondersteunen. Ik ben uh, van nature is mijn bouw. Heel erg tenger. Ik ben altijd heel erg tenger geweest. Vroeger dachten mensen: van heb jij een anorexia of zo? Terwijl als je naar uh, gewoon de vroegere jaren kijkt, ook als je films van vroeger kijkt, dan waren die mensen eigenlijk allemaal heel erg dun en tenger. Dus als ik nu naar mezelf terugkijk, denk ik: ach, Jen, waarom was je, waarom liet je dat ook gewoon toe? Weet je, dat je je daardoor onzeker ook voelde. Want ik werd ook heel erg onzeker daardoor. Ik probeerde ook alles eraan te doen om aan te komen, maar het lukte niet. Ehm. Um, ik was toen wel, ik heb periodes gehad dat ik wel heel erg ben aangekomen. En um, nu ben ik ook lang, dus zo erg en heftig uh, is het allemaal niet geweest voor anderen. Maar voor jezelf heb je gewoon echt het gevoel als je aankomt dat je gewoon uit je, um, uit je vel geknapt bent of zo. <laughs> en, en weet je, het staat je ook gewoon niet. Dat is, als je bouw niet is, dan ja, staat het ook gewoon niet. In ieder geval. Uh, ik was wel die periode dus wel weer heel erg afgevallen. En uh, ik woog ook op het begin van mijn zwangerschap woog ik 60 kilo uh, en ik ben best wel lang. Maar mijn BMI was gewoon goed. Maar zij zei: Alsjeblieft eet gewoon wat meer suikers. Dus ik dacht, nou, nah, ga ik dus echt niet doen. Want daar sta ik gewoon helemaal niet uh, op die manier achter dat dat nou hè, goed voor mij zou zijn om mij in mijn energie te ondersteunen of iets. Ja, wat natuurlijk ook gewoon allemaal een oordeel is. Maar zo voelde ik dat op dat moment. Um, uh, achteraf voel ik dat het wel ego was. Want als jij iets te horen krijgt en je gaat er echt op die manier vanuit het gevoel. dat je echt voelt van. nee, nou, dat is echt niet zo juist. Dat uh, weet ik veel wat je dan allemaal denkt. Maar het is toch een beetje een ego-energie. In plaats van dat je voelt van. Oké, okay, nou ja, dat kan. Ik ga kijken wat op mijn pad komt, maar voor nu voel ik het gewoon even niet. Maar ik, ik, ik houd open. Dat is een hele andere energie. Dus ik voel eigenlijk achteraf, dat had ik toen nog niet zo gezien, maar achteraf als ik er zo over aan het praten was wel, uh, ben wel... Van oké, okay, ja, <laughs> misschien toch wel iets ego hoe ik dan op dat moment naar suiker überhaupt keek. Naar, naar suikers eigenlijk. Want fruit, suikers nam ik eigenlijk ook niet heel veel tot me. Ik uh, hield sowieso bij max twee uh, stukken fruit per dag. En uh, ja, soms ook helemaal uh, maar eentje of helemaal niet. Ik heb ook geloof ik gewoon dagen gehad, ja eerlijk gezegd, dat ik gewoon helemaal geen fruit at. Uh, niet achter elkaar, maar gewoon even een dag niet. Dus ja, ja. Hè? In ieder geval. Dit hoort allemaal wel bij het verhaal. Ik beloof dat er ergens. Nee, ik ga het niet beloven. Nee, ergens uh, is mijn intentie wel om dit uh, tot een samenhangend verhaal te brengen. Uh, ik neem wel weer even een slokje water. Ik vind het altijd denk ik oh, ik wil eigenlijk gewoon doorpraten. Want ja, je luistert ook naar me. Ik vind het ook een beetje raar om een pauze te gaan zetten als ik een slokje neem. Dus ja. En wie weet ook jouw cue van, oh, misschien mag ik ook wel even een slokje water nemen. Lekker blijven drinken. Oké, okay, nou, dat was. Uh, nee, september, geloof ik. Want het was niet zo. Ja, of wel. Ja, begin oktober in ieder geval, eind september. Dus ik had afgesloten die call. En ik dacht, nou, oké, okay, ja, weet je. Ik moet ook gewoon in overgave zijn. En ik kwam echt wel weer in die vibe van, oké. Okay, Let it go, let it flow. En je zegt dat je een overgang bent, maar je doet het niet. Dus vind gewoon weer manieren om het los te laten. Uh, ook in interactie met Rashid En uh, interactie op je werk, et cetera, et cetera. En ook over geld. Het geldstukje. Let it go, babe. My god. We hadden het laten gaan. Het geluk was ook dat ik toen met mijn moeder in uh, begin november... Dat we even naar Egypte gingen voor een aantal dagen. Mijn tante woont in Egypte en uh, zij woont in Hurghada... En uh, nou, we gingen haar even opzoeken, kijken waar ze nu woont. En uh, wij zaten wel in een resort. En nou ja, zoals je bij een resort ook weet, dan uh, wordt al het eten... Hè? Je hebt zo van die buffetten, heerlijke buffetten. Heel veel suikers. En daar heb ik me in het begin ook wel echt van af kunnen houden. Maar uh, ja, aan het eind van de, van de vakantie werd dat steeds moeilijker. En uh, ja... Ik heb daar, geloof ik, ook zelfs een alcoholdrankje gedaan. En ik was gewoon lekker los. En ik dacht, Jen, laat ook gewoon lekker los. Ik had best wel wat dingen ook eigenlijk voor werk meegenomen. Om misschien te schrijven of iets. Um, mijn intentie dacht ik ook: van nou, als er iets uitkomt qua inspiratie, dan mag dat komen. Nou, echt totaal niks, hè. Um, ik was daar helemaal niet mee bezig. Uiteindelijk ook gewoon echt helemaal werk los kunnen laten. Ik kom thuis. Uh, moest wel weer even acclimatiseren. Dat heb ik eigenlijk in het begin sowieso hoor. Als ik ergens bij een land, in een land kom in een ander land, dan moet ik weer. Nou ja, niet als ik naar Duitsland ga of België of zo. Maar wel als ik in een vliegtuig heb gezeten en uh, naar Egypte bij wijze van spreken inkom. Dan moet ik echt even landen. Moet ik echt even kijken van waar ben ik. Um, dat had ik trouwens ook niet in Ibiza. Maar uh, dat was misschien omdat ik maar weer, uh, drie dagen was of zo. Ehm. Um, en uh, moest ik echt even bij komen. En dat, had ik ook als ik, uh, en dat heb ik ook als ik weer terugkom in Nederland. Dus uh, op een gegeven moment, uh, ik liet sowieso een beetje gaan van, nou, ik heb gewoon, weet je, dit is misschien gewoon jouw vakantiemaand. Je mag ook wel eens een keertje vakantie hebben als ondernemer zijnde. En gewoon even niks doen. En je hoeft niet altijd vakantie te hebben wanneer je op reis gaat, maar ook gewoon als je thuis bent. Weet je, dat, doe je, dat deed ik ook gewoon toen in loondienst. Dan had ik vakantiedagen en dan gingen we ook niet. Altijd op vakantie uh, ergens naartoe. En soms we ook, hè, ben je ook gewoon dagen thuis. En ik vond dat chill. En de hele energie van mij veranderde, shifte. Ik voelde echt alles veranderen. Ik was zo op die manier zelfverzekerd, maar niet in een kakkie way. Niet zelfverzekerd in ego, maar gewoon het is goed. Ik ben goed. Het gaat goed. Het komt goed. Gewoon zo. Heel die flow. Heel zo'n rampage. En het grappige was, dat merkte Sofie ook aan. Want Sofie en ik hadden toen ook daarna afgesproken. En zij van een heerlijke energie heb je echt. Ja, gewoon intact, ken ik bij wijze van spreken van een gegeven wat van die energie. dat was ook uiteindelijk, als je terugkijkt, was het wel grappig. Uh, want uh, ja, toen ik terugkwam uit Egypte was het ook een beetje zo die tijd dat ik overleerde. En, uh, en, en werd ik dus ook gewoon zwanger. En ik denk ook dat heel die maand was gewoon voor mij... He, vanaf het begin dat er ook wordt geteld, is gewoon mijn zwangerschapsmaand geweest. En heel die energie en de energie van uh, deze kleine meid. Want ik krijg dus een meisje. We krijgen een meisje. Uh, is dan zo dichtbij dat, uh, dat je dat ook gewoon merkt in je energieveld. En jouw energieveld daardoor ook beïnvloed raakt. Ja. Um. Nou, uh, ik had het daarvoor ook al met Sofie erover, over inderdaad kinderen. Op een gegeven moment had ik ook verteld over de reading van uh, Philomena. En toen uh, gingen we ook gewoon zo praten. En ik had eigenlijk altijd gedacht van, nou, ik krijg als eerst gewoon een jongetje en dan een meisje. Dus misschien een beetje gewoon wat erin is geslopen. Uh, ook wat je ziet, want mijn, ik heb een broer, ik heb een oudere broer. En ik ben dan een meisje, we zijn met z'n tweetjes. Mama heeft twee kinderen gekregen. En uh, mama en papa. <laughs> dus ik dacht ook van, nou, eerst een jongetje, dan een meisje. je ja, die zou dat ook natuurlijk helemaal geweldig hebben gevonden, een jongetje. Dus um, toen ik zwanger was, hadden we ook echt zoiets van, ja... Oh, het zou ook wel eens hè, leuk als we een jongetje ook zouden krijgen. Terwijl ik al wist dat ik een meisje zou krijgen. Want de gesprekken die ik met Sofie had gehad over dus kinderen, over het zwangerschap, over... Um, het alvast contact kunnen maken met uh, de zielen die bij jou zijn. Die um, eventueel bij jou hè, als kind ter wereld mogen komen. Hè, de kinderzieletjes. Nee, het zijn geen kinderzieletjes, maar je begrijpt wat ik bedoel. Um, dat je daar al dus al contact mee kan maken. En ik zag gewoon echt heel duidelijk een meisje voor me. En ik kreeg ook gewoon echt de meisjesenergie door. Uiteindelijk nou is het dus ook een meisje. Terwijl ik begin van de zwangerschap. Uh, terwijl ik op een gegeven moment een beetje in mijn der, tweede en derde maand echt dacht van ja, nee, joh. dat is geloof ik gewoon een jongen. <laughs> Want iedere keer wanneer ik contact ging maken met de energie van mijn meisje, was het een beetje mannelijke energie. Dus het hogere ik vraag dan ook: er is een verschil tussen natuurlijk de geïncarneerde vorm dadelijk van je kind en de hogere zelfvorm van. Van je kind. Want dat hebben wij natuurlijk ook. Je bent een geïncarneerde vorm van je hogere zelfenergie, van de bron-energie, maar ook dus van je hogere zelfenergie. Um, en als je daarmee contact hebt, dan is dat dus weer een andere energie dan hoe jij in de fysieke vorm bent, eigenlijk. Um, en ik kreeg een beetje mannelijke energie door, dus ik dacht: het kan gewoon heel goed een jongen zijn. Uiteindelijk denk ik dat mijn dochter een wat mannelijkere. Uh, qua energie, want er is geen, geen geslacht natuurlijk, maar er is een mannelijk en vrouwelijke energie die misschien die eventueel wat meer aanwezig kan zijn. Dus of de vrouwelijke energie is meer aanwezig, of de mannelijke energie is meer aanwezig. En dat is natuurlijk ook gewoon in het menselijk lichaam. Dus je hebt een bepaald geslacht meegekregen, maar alsnog is het de bedoeling om tijdens uh, in jouw geslacht om balans te brengen tussen je mannelijke energie en je vrouwelijke energie. Maar je hebt dus altijd van nature een soort van meer, ja. Affiniteit zou ik het wel kunnen noemen, of voorkeur voor mannelijke of vrouwelijke energie. Um, en daarmee, um, dat is natuurlijk de uiting van ook welke les jij mag leren op welke manier. Want elke energie brengt andere andere nuances mee in de lessen. Ja, want dezelfde lessen moeten worden geleerd misschien, maar als je vanuit mannelijk oogpunt kijkt, dan zou je dit doen of zou je dit voelen. En vanuit vrouwelijk oogpunt zou je dit doen, zou je dit voelen. Dus het is ook heel erg leuk om wanneer je zwanger wil raken, wanneer je zwanger wil worden, om echt wel te gaan kijken of te gaan voelen van, ja, om echt wel contact te maken met die zielen. Vraag het ook gewoon bij je. En. Um, wanneer je er niet zo mee bezig bent met heel het panoramaal vermogen, of je bent misschien uh, van, dat is, niet dat is niet voor mij weggelegd, dat is alleen voor bepaalde mensen weggelegd, het is voor iedereen weggelegd. Alleen hang er niet te veel aan. Alle informatie komt door via onze gedachten. Dus als jij een ingeving krijgt, als je opeens hoort van, hé, hey, ik ben hier, dat je opeens daaraan denkt aan de woorden, hé, hey, ik ben hier. Sta gewoon even stil daarbij. Weet je wel, en, en herinner weer wat je hebt gevraagd, waarom je het hebt gevraagd. En ga gewoon vragen stellen. Of ga schrijven of ga mediteren. Zoek misschien leuke meditaties op van vrouwen die, um, die het heel erg leuk vinden om jou hierin verder te begeleiden. Als je dat wenst bij het stukje uh, zwanger zijn voor je echt werkelijk zwanger bent. Ik heb uh, verder niet op die manier echt voorbereid qua mijn zwangerschap, ik heb ook geen uh, vragen gesteld. Uh, aan, aan mijn dochter uh, op dat moment. Of hè, aan de energieën. Ja, wat kan ik doen om, uh, uh, ja, voor mijn zwangerschap. Omdat ik was op die manier niet bezig met mijn zwangerschap. Het was sowieso niet mijn... Ik wilde gewoon. En dat was Rast ook helemaal. We zijn gewoon heel erg in overgave. En ik vertrouw er gewoon op. Dat wanneer mijn tijd is, is het mijn tijd. Um, en het was op die manier niet mijn pad. Om er op die, ja, op, ja, zo mee bezig te zijn. Dat was gek. Um, er bewoog iets uh, op mijn uh, printer. Of ik hoorde mijn printer. En uh, ik dacht van: Hé, Heb ik een kat op mijn printer? Want ze mogen absoluut niet op printer. Want dan denk ik: Oh, jullie zijn gewoon te zwaar om op mijn printer te gaan. Maar hij is zwart en staat dan in de zon. Dus lekker warm. En <laughs> ik doe het gordijntje open. Maar ik zie niemand. Dus, uh, nou ja, maakt niet uit. Maar misschien is het voor jou wel weggelegd. En uh, ik en Rast hebben sowieso wel als je gesprek hebt met je partner. En je partner hoeft daar helemaal niet op die manier uh, mee bezig te zijn. Je hoeft ook niet te zeggen van oh, ik wil nu even energetisch contact maken met jou en ons kind. Nee, praat gewoon met je partner over, uh, over de kinderwens of over gewoon het gezin. En als jullie daarover aan het praten zijn, automatisch ontvangen jullie wel een beeld. En wat voor beeld ontvangen jullie? Want uiteindelijk hebben Ras en ik in de zomer, toen wij daarover aan het praten waren, we lagen in bed, we werden wakker, we hadden gewoon zo'n leuk gesprek erover. En we waren zo aan het mijmeren erover, aan het visualiseren het dromen en et cetera. En toen op een gegeven moment kwam er ook gewoon uit dat we <laughs> toch wel zagen. Dat, uh, ja, Ras die kan zich geloof ik niet meer herinneren, maar ik wel. Uh, omdat ik het gewoon een heel bijzonder moment vind, vond. Dat hij uh, toch ook wel een ouder meisje zag. en, en dan pas een uh, iets jonger jongetje. Dus uh, een jonger jongetje in ieder geval. Dus ja, wie weet. wie weet wat, uh, wat er uiteindelijk ook bij de tweede komt. Ik, uh, voor nu zien we het ook wel echt. We moeten eerst de eerste afwachten. Maar ik zie het wel heel erg zitten om mama nu ook te zijn. Ik ben. andere mensen omschreven mij ook wel. Uh, vaak als een soort van mama-energie, toch wel. Uh, en het was ook grappig. Uh, Eind van basisschool, groep 8 heb je natuurlijk ook zo'n toneelstuk uh, wat je doet een musical. En daar was ik ook een juf. <laughs> Heel veel mensen die vinden mij ook meer type die inderdaad voor de klas staat. Uh, veel met kinderen bezig. is. Terwijl ik had mezelf nooit zo gezien. Uh, ook op de, op MBO. Nou, als ik dan uh, ging spreken, dan zei ze: Oh, en je bent ook gewoon zo, echt zo'n mama. En je staat ook zo leuk alles te vertellen. En, en warme energie vonden ze me vaak hebben. Nou, dat is echt een hele mooie compliment om terug te krijgen. En um, als ik daar, dat komt nu ook wel allemaal weer terug bij me. Qua soort van zekerheid, bevestiging van ja. Dit is wat ik, weet je wel, ik kan dit. Ik kan dit. Ik kan gewoon een goede mama zijn. En ik vind het ook leuk om mama te zijn. Ik vind het heerlijk om dadelijk met haar aan te keutelen. Uh, om uiteindelijk lekker met haar te gaan uh, ontdekken. Uh, om weet je, nieuwe dingen van haar te leren. Want ik vind het ook heel leuk om, als mijn nichtje er is, om met mijn nichtje over bepaalde dingen te praten. Uh, niet zoals dat ik natuurlijk met, met mensen van mijn leeftijd met dingen praat, over dingen praat. Maar toch een stuk bewustwording aan haar meegeven. En dat ze dat heel erg interessant vindt. En dat ze het leuk vindt om het erover te hebben. En uh, om op die manier ernaar te kijken. En ik vind het leuk om haar ook van de andere kant wat informatie mee te geven. Zij is een weegschaal, dus ik weet dat zij heel erg goed alles kan afwegen voor zichzelf. En zelf een keuze kan maken. Ook al is zij pas zeven jaar. Ik, uh, en dat, ik denk dat jij daar ook wel in staat. Kinderen die zijn veel slimmer. In die zin slim uh, dan, wij, dan wij eigenlijk dachten. Weet je wel, er werd altijd gedacht: van ja, een kind is toch wat je. Een kind moet jij ook dingen leren. Maar er wordt. <laughs> je kind leert jou, geloof ik, veel meer dingen dan dat jij het kind heel veel dingen leert. Nou, het, is een, uh, het is een mooie wisselwerking. Want het kind komt voor jou, uh, de ziel komt op aarde. Uh, in, in het gezin om iets van jullie te leren, maar jullie mogen ook zeker iets van het kind leren, en dat is altijd wederzijds. Want er is nooit een hogere energie of een lagere energie, dus nooit een superieure energie. Want zelfs Gods energie, wat uh, sommigen dan van ja, maar dat is de energie, ja, maar hij staat niet. Hoger dan ons, uh, het is een energie die wij alle bezitten, waar wij uit gestroomd zijn, dus wij zijn die energie. Weet je wel, de godsenergie heeft ons, ons gecreëerd. Onze vonk zit, zit daar, dat is onze spark, dat is de bronenergie. Dus er is altijd een wederkerig, wederzijds uh, gelijke energie. Um, uh, dus het, het is altijd wel heel erg mooi om daar naar te kijken en tuurlijk heb je in de fysieke wereld, heb je je kind wel wat grenzen aan te, uh, aan te leren. Uh, maar ja, hè, daarvoor is het gewoon nog lang niet, ik heb daar sowieso ook mijn eigen visie over, ik, iedereen heeft zijn eigen energie daar ook in en of dat nou uiteindelijk tot uiting komt wanneer je, uh, je kind geboren is en dat je ook echt daadwerkelijk gaat opvoeden, dat is dan altijd maar de vraag, je kan er altijd weer in veranderen. Um, het belangrijkste is dat je altijd bij jezelf blijft. Um, ik merkte in het begin van mijn zwangerschap dat ik, toen ik echt zwanger bleek te zijn, um, want ik voelde dus een hele andere energie. Ik voelde me gewoon al heel anders. Heel relaxed, heel energiek, maar toch heel lui. Want ik kwam serieus. Het was nou niet, ik voelde heel veel energie, maar ik, ik deed er niks mee. Ja, dus net. Um, Helemaal geen inspiratie. Ik deed voor de rest ook helemaal niks voor mijn werk meer. Maar ook niet echt voor mezelf. Um, op een gegeven moment wist ik ook nog. Uh, dat ging ik met uh, een vriendin shoppen. Uh, voor nieuwe broeken. Die kon ik trouwens de volgende dag dus weer terugbrengen. Want ik dacht, ja. Sorry. Ik heb ook echt niet het ideaal beeld dat ik uh, in uh, mijn maatje. Wat uh, was het. Uh, dat ik daar weer binnenkort in pas? Wie weet wel. Maar ik, uh, ik had hem heel erg strak gehaald. En ik denk dat het voor. Uh, voor het voelt niet fijn om dan gelijk weer hele strakke dingen aan te trekken of zo, weet je, of me daar weer in te moeten wurmen. Um, dus die heb ik ook gewoon teruggebracht. Maar ik was met haar in de shop en ik moest iedere keer een soort van lucht opboeren. Ik ben niet misselijk geweest in het eerste trimester van mijn zwangerschap, uh, maar wel uh, Vermoeid, niet extreem vermoeid. Uh, nou, eigenlijk, ja, weet je, dat is ook, dat weet ik niet. Ik was in ieder geval vermoeid, maar ik hoefde ook niks te doen. Dus nou, ik was niet, mijn werk vereist geen fysieke activiteit. En als ik op de bank ging liggen, kon ik bij wijze van spreken ook mijn laptop erbij pakken. Maar zelfs daarvoor had ik al geen energie om echt dingen te bedenken. Uh, gelukkig kwamen er wel gewoon hè, wat dingen op mijn pad. En, en daar had ik dan wel de energie voor. Maar alles wat ik dan hè, voor thuis. Ik had ook met Rasht. Ik weet niet of jij mij volgt verder. Of dat jij nu eigenlijk begint te luisteren naar me. Vanwege dus de Prego-series. Maar. Um, ik had ook gezegd: van ja, ik wil gewoon echt het huis weer even opknappen. Dat was echt voordat we al uh, wisten dat we zwanger waren. Dus toen waren we al daarmee bezig. En ja, Rasti heeft uiteindelijk bijna alles gedaan. Omdat ik gewoon geen energie meer had. Ik had gewoon echt geen buff meer. En ik had wel wat dingetjes gedaan. Uh, maar hij heeft het meeste werk verzet. Terwijl het mijn idee, geloof ik, ook was: ik wilde dat gewoon heel graag. En dan gaat hij dan gewoon niet mee. Omdat uiteindelijk doet dat de energie ook wel gewoon heel erg goed. Als je bepaalde dingen ook gewoon weer in je huis aanpakt. Uh, maar ik was dus met, uh, met haar op stap en uh, ik kwam bij de rituals. En ik was dus de hele tijd ook dus een soort van lucht aan het opboeren. Ik denk. echt, nou ja, gaat ver, wat is dat nou? En. Uh ik vind rituals heerlijk. Echt waar. Rituals is een van mijn favoriete winkels. Omdat het zo'n. Ik vind het zo'n fijne energie hebben. Ik vind de producten heel fijn. Ik vind hoe het eruit ziet. Vind ik gewoon echt, echt prachtig. En nou ja, het is gewoon. It's, it's my style. Het is my style. Het is ook iets van mij en mijn mama. Want voor toen echt in het hele, hele begin van rituals. ...waar Hadden we echt al spullen van Rituals? En we hadden de eerste hamam serie Echt als je een diehard fan bent dus, en uh, de, de eerste series ook al had. De eerste series van de Hamam was veel lekkerder dan de huidige series van Hamam. Moet ik gewoon echt even zeggen. Shout out. Uh, moet er even uit. De eerste series was veel lekkerder. Uh, dat was echt de Hamam-geur. En nu is het weer een beetje, I don't know, ...ge-remake, Toch weer, I don't know. Het is, is het net niet. Uh, maar we waren daar geurtjes uh, aan het ruiken, want uh, zij wilde ook voor haar huis weer zo'n huisgeurtje. Ze had ook zo'n uh, zo mooie diffuser, wilde ze ook hebben. Dus we uh, gaan aan ruiken en op een gegeven moment word ik me toch een partij, soort van raar misselijk. Niet van dat ik moest overgeven, maar het zat gewoon heel erg hoog in mijn keel. En ik denk, "Hè, gadverdamme wat een vieze luchtjes. Dus ik zei tegen haar, ik zeg schat, ik word misselijk, ik ga naar buiten. Toen was die verkoop, er was een verkoopster bij ons, of in ieder geval bij haar. Uh, die waren ergens over aan het praten, uh, maar het totaal niet belangrijk of zo. En uh, ze ging ook gewoon door met praten. Dat ik echt dacht van vrouw, weet je, wat de fuck. Maar in ieder geval, ik ging naar buiten uiteindelijk kwam ze ook echt heel snel. En zegt, nou weet je wat, we gaan inderdaad maar eerst gewoon even wat eten. Dus we zijn ergens even wat gaan eten eerst. En uh, nou, dat deed me ook gewoon veel hè, heel goed. Maar op een gegeven moment zei ik al tegen haar, ik zou toch niet zwanger zijn, weet je wel. <laughs> nou, ja, uiteindelijk kom ik, uh, kom ik thuis en ik uh, zei tegen Razi, ik zeg schat, ik zeg ja, ik voel me gewoon heel anders. En Razi zei ja, ja schat, nou ja, weet je, uh, doe gewoon wat je goed bij voelt, maar hou je gewoon nergens aan vast. Want dat was toen ook die eerste maand, wat ik je dus ook heb verteld, dat ik me al zo anders voelde, dat ik zo'n early pregnancy test had gedaan. Um, Razi liet me eerst daarin gaan natuurlijk, maar op een gegeven moment zag hij gewoon van ja, weet je, als je niet zeker weet, dan kan je wel allemaal dingen in je hoofd gaan bedenken, maar ja, wat heb je er uiteindelijk aan, want het kan ook weer tot teleurstelling leiden. Uh, want ergens als je er toch soort van mee bezig bent, het zou voor mij geen teleurstelling zijn, maar misschien dacht hij van, ja, misschien kan je dan teleurgesteld raken en dan zit ik er dadelijk mee. <laughs> dus uh, keep it together. <laughs> maar ik zei tegen hem, ik zeg, weet je, ik zeg, we hebben toch nog wat boodschappen nodig. Ik, uh, we gaan even boodschappen doen. En als we boodschappen gaan doen, haal ik gewoon, ja, het is misschien iets duurder, maar hè, wat, dat maakt gewoon echt voor mij niet uit. We halen gewoon zo'n zwangerschapstest. En dan, uh, ja, ga ik gewoon testen hoor. Dus hij zei, weet je, doe waar jij je goed bij voelt, doe waar jij, je gelukkig, uh, waar, doe waar jij gelukkig van wordt. Dus uh, we gingen boodschappen doen, pregnancy-test gehaald, zwangerschapstest. En er waren twee uh, testen, dus in één. Het was geloof ik ook nog van, het, ik weet niet, ik geloof dat het van het merk Blue was, geloof ik. Nee, Blue, wat Zeg ik nou. Ja, nee, hoe heet... Nou, geen idee, geen idee hoe het heet. Misschien weet jij welke ik bedoel. Maar in ieder geval zo bekend merk. Even een slokje uit. En ik ga naar, uh, naar huis en ik zeg... Nou, weet je, dan doe ik nu gewoon eentje. En stel hij is negatief. Uh, dan doe ik er toch nog eentje. Dan heb ik altijd eentje voor in de ochtend. Want eigenlijk moet je het natuurlijk met je ochtendringen doen. Maar... Uh... Dat was niet nodig, want uh, ik ging zitten en we gingen even wachten. En ja, hoor, dat plusje verscheen. Nou. nou we waren wel echt, als ik nu terugdenk aan die, aan die periode, was het wel echt instant geluk. En dat er even iets, zo'n sprongetje in jezelf maakt, of dat je echt die energie krijgt van: oh my god, ja, we zijn zwanger. Oh, en Ras, was ook zo blij. En dat doet je ook zo goed wanneer je partner er zo leuk op reageert. Je weet wel dat hij, want hij was eigenlijk nodig voor mij om die stap te zetten. Ja, dus. Je hebt altijd een soort van iemand nodig die je niet pusht, maar wel die zegt: van ja, nou ja, als, als koppel zijnde, ik ben daar wel klaar voor. Want je moet het wel met dat, hè, over dat soort dingen hebben. En ik was er eigenlijk ook al klaar voor. Dus je hebt dat altijd nodig. Maar om dan echt ook zijn reactie zo te zien, dat is, dat is goud waard gewoon, weet je wel. Uh, en ik hoop dat ik dat ook altijd blijf herinneren. Dat zijn uh, van die mentale opnames natuurlijk. Hè. Dat is nooit wat je kan filmen, eigenlijk. Ja, sommige mensen filmen dat. Uh, misschien doe ik dat, nou ja, misschien doen we dat voor de volgende keer of zo. Maar ja, je eerste zwangerschap is denk ik dan toch altijd wat, wat spannender. We hebben toen ook eigenlijk gelijk aan, uh, uh, aan onze ouders verteld. Ja, we hebben we gelijk aan onze ouders verteld. Daarna uh, niemand anders. Ik wel, behalve ook Sophie. Daar was niet onderuit te komen. <laughs> Uh, want uh, die, die uh, wist het al gewoon gelijk en uh, als Sofie mij iets vraagt kan ik, uh, kan ik ook eigenlijk niet tegen haar soort van iets anders zeggen want we zijn dan als we echt weer in tune zijn met elkaar dan zijn we op die manier zo in tune dat je ook gewoon voelt van ja oké okay, je gewoon uh, en uh, als we dat bij elkaar merken als we gewoon iets niet willen zeggen dan respecteren we dat ook hoor maar ja met dit ben je gewoon dat gaat gewoon niet. Dus dat heb ik wel verteld. Daar hadden we ook net Taras dan over gesproken. Van: Oké, okay, weet je, we gaan het dan nog verder niet echt vertellen. Maar ik zeg, ik kan dat gewoon niet van Sophie afhouden. Want we hadden ook diezelfde dag, had ik het er nog over. En toen zei ik ook: Van ja, ik ga een zwangerschapstest doen. Ja. Weet je, dan, dan gaat ze natuurlijk vragen: hoe, hoe is het gegaan? Oh, leuke tijd, leuke tijd. Echt. Uh, maar toen begon dus ook wel de, de vermoeidheid, uiteindelijk, langzamerhand. En uh, ja, mijn eetpatroon, die was dus vanaf uh, Egypte, was wel veel meer suikers. Dus um, eigenlijk had ik daar dan ook weer een oordeel over en dat ik dat moest gaan aanpassen. Um, ik wilde toen eigenlijk ook gaan vasten. Ik uh, doe uh, af en toe gewoon intermediate fasting om gewoon mezelf weer te resetten. En dat doet me altijd heel erg goed om weer uiteindelijk bij mijn uiteindelijke gevoel te komen zonder de. Verleiding of de, de afleidingen, niet de verleiding, de afleidingen van voeding. Want voeding heeft energetisch ook weer bepaalde energetische invloed. Dus ja, dat ging nu natuurlijk niet. Je gaat niet met een baby in je buik ga je niet vasten. Zeker niet. Uh, nou, het is geloof ik sowieso niet echt de bedoeling. Wat misschien ook wel weer een, uh, een aanname is. Want ik denk dat als jij echt voelt tijdens je zwangerschap, ik zeg van, ik denk voor de prille zwangerschap, dus als je net zwangerschap, uh, zwanger bent. Is het, lijkt mij het, niet de juiste tijd om te gaan vasten. Omdat dan echt de meeste uh, zware ontwikkelingen ook gebeuren. Ik denk dat daarom ook de misselijkheid en de vermoeidheid ook veel in het eerste trimester ook komt. En dan uh, omdat je hormonen en heel je lichaam moet gewoon hard werken. Omdat al die cellen van, van het menselijk lichaam te gaan vormen. Um, maar ja, misschien wie weet, voelen en hebben andere mensen wel gevoeld. van. Nou ja, daarna heb ik wel misschien gevast of zo. I don't know. En in ieder geval. Uh, het was ook kerst. Want ja, zoals je hoort, het was november dat ik erachter kwam. Eind november kwamen we erachter. Nou, en dan heb je natuurlijk ook. Uh, de decembermaand die eraan komt. Dat is gewoon lekker eten, et cetera. Uh, ik heb toen ook heel mijn voeding op een gegeven moment. denk ik, weet je, het is maar gewoon beter om het los te laten. Want ik merkte toen al dat ik in de. Uh, in oordelen ging denken over hoe het zou moeten zijn wanneer je zwanger zou zijn. Ik heb namelijk uh, echt af vanaf <laughs> ik me kan heugen, uh, dat komt door mijn moeder omdat mijn moeder ook dat altijd heeft gezegd van ja, ik heb altijd gewoon gedaan dat ik wel, ik wist dat dat ik dan zwanger wilde worden en ik had wel een schoon lichaam uh, zo schoon mogelijk, weet je, dus geen alcohol, niet roken, um, voordat ik zwanger raakte. En, dat is mij ook gelukt, want ik rookte hiervoor wel. Uh, ik ben uh, nu dus al een hele lange tijd gestopt. Uh, en dat kwam dus eigenlijk allemaal ook zo overeen met ja, het, het schone lichaam creëren. Ik was toen ook echt al begonnen met dat intermediate fasting, wat me dus ook zo goed deed. Uh, dat vegan eten, wat ik opeens heel erg voelde. Wat, ik, wat je me ook echt twee jaar geleden echt niet hoefde te, te zeggen: van nou jij gaat vegan. Dat ik echt dan. Natuurlijk niet. Ga ik ga geen vlekken eten? Uh, ik was heel erg uh, op mijn uh, vlees gesteld. Uh, dat zat er echt nog heel erg in mijn systeem ingeramd uh, uiteindelijk. Wat dus nu bij mij helemaal eruit is. Uh, maar niet qua op die manier een overtuiging dat er iets mis is uh, met vlees eten. Of dat ik daar een orde over heb. Het is meer van: ik, ik, het lust, het smaakte me gewoon niet meer. En dan denk ik ja. En nou, uiteind, Toen uiteindelijk kwamen er allemaal informatie- dingen op mijn pad. Over dus de industrie van, van vlees, et cetera. Uh, ook over de, de melkenproductie. Dat ik echt dacht van, oh, wauw. Dat is wel echt foutenboel als je dat zo ziet. Maar ja, ik weet ook, uh, en dat is mijn waarheid. Dat als je iets vanuit die energie doet. Vanuit die energie iets gaat veranderen. Dan eigenlijk, be, be, ja, enable, enable. Dan bevorder je eigenlijk de energie van wat er niet goed is. Ja, dus als wij, ik, als wij zeggen van ja, ik stop met of ik ga vegan eten om de bijen te helpen, want die hebben het slecht doordat wij honing eten, bij wijze van spreken, uh, of uh, ik ga geen melk meer drinken, want de, de, de baby's die worden weggehaald bij de moeder of, en die worden expres zwanger gemaakt om die melkproductie op gang te blijven houden, en dat wordt dan weer ons kalfs- of lamsvlees, etc. Um, nou, als je vanuit die energie bepaalde dingen niet doet, dan. Geef je eigenlijk toe in de energie. Dat is fout. Um, en dat ga ik veranderen. Door middel van dus dat niet meer te doen. En niet dat je dat gaat veranderen. Maar dat je ook zoiets hebt van. Nou, ik ga daar in ieder geval niet meer aan bijdragen. Um, soms pak je daarmee de goede energie. Maar 9 van de 10 keer pakken we daarmee niet de juiste energie. Maar dat is natuurlijk ook voor mijn andere uh, podcast afleveringen. Weer een hele andere episode. Niet voor de prego's verder. Ehm um, dus ja, ik was best wel clean in mijn energie. En eigenlijk toen tijdens mijn zwangerschap dus niet meer voor me gevoel. Omdat ik dus die suikers ging eten. Uh, dat vond ik wel heel erg lastig. En dat, daar had ik toch af en toe best wel wat moeite mee. En uh, ja, ook gewoon met het hele stukje ook aankomen. Ja of nee. Um, ja, je ziet ook gewoon echt in het begin al natuurlijk niet dat je zwanger bent. En dat vond ik ook wel echt een dingetje. Want daardoor had ik ook echt zoiets van... Ben ik wel zwanger? Weet je, je voelt je heel raar en, en alles. Tuurlijk, weet je, je voelt heus wel dat je zwanger bent, maar je ziet het niet, je merkt het verder niet. Het enige wat je merkt is je bent vermoeid. And that's it. <laughs> en ja, ik ging een beetje hoe, hoe mooi ik die energie in het begin vond, hoe raar en hoe. Ja, bruh, uitputtend ik die energie ook begon te vinden, naarmate. Dus het eerste trimester vorderde dat ik echt zoiets van. Hè. Nou ja, in het begin zie je ook wel echt alleen een garnaaltje. Dus dat is wel een bevestiging op die echo van. Nou ja, hè, ik ben wel degelijk zwanger. Uh, je begint ook wel veranderingen, natuurlijk, wel te merken in je lichaam. Maar ja, het was allemaal niet zo heel erg heftig bij mij. Ehm. Um, dus ik zat daar een beetje, een beetje mee in het begin. En dat toen, toen had ik ook nog niet echt meer heel erg contact met, uh, met de ziel. Um, toen gaf ik mezelf daar weer een beetje schuld van ja, maar dan moet je dat toch wel doen, Jennifer. <laughs> je bent dan nu zwanger. Je hebt dan die energie bij. Dus ja, hè, maak er contact mee. Dus toen uh, uiteindelijk heb ik dat natuurlijk ook wel gedaan. Af en toe gemediteerd. Een yoga gedaan vanuit die energie. Maar um, het was. Ja, niet structureel zoals als ik dat natuurlijk nu al een tijdje heb. Omdat ik haar natuurlijk ook al gewoon dagelijks nu echt... Ik voel haar nu wel dagelijks vanaf week 17, week 18 of zo. Nee, week 18 voel ik haar geloof ik wel echt iedere, iedere dag. Um, dus dat was wel... Ja, dat zijn gewoon bijzondere dingen. En dan maak je er meer contact toch mee. En dan uh, toch meer dat fysieke contact. Maar ja, dat was wel even voor mij dat ik dacht... Ja, ik weet niet of ik nou echt in zo'n roze bubbel zit voor mijn gevoel, weet je wel, wat je dan vaak hoort. En je hoort dat het, uh, tuurlijk hoor je mensen die dan misselijk zijn, maar je hoort dan, ja, ook... Nou, ik weet ik was wel heel erg blij, maar ik moest heel erg wenden aan die energie. En uiteindelijk kwam ik ook achter dat als je zwanger bent, dat je ook in een bepaald soort collectieve energie meer toegang hebt of terechtkomt, waarin ik ook merk dat er heel veel oordelen over zijn. En ik ging dan... Hè, omdat ik zelf ook sneller in oordelen ging denken over hoe ik het wel zou, hoe het wel zou moeten, hoe het niet zou moeten. Um, terwijl he, versus van ja maar dit is hoe ik het nu voel dat is ook een hele andere energie he, waar je uit dingen do doet ga je dingen doen van oh ja maar dit, dit moet iedereen doen en zo hoort het en dit is juist of doe je dingen vanuit ja dit voel ik gewoon uh, en, en dit is voor mij mijn baby dus gewoon het juiste om te doen ehm um, en ik merk dat er omtrent zwangerschap gewoon heel veel hangt. Weet je, mensen die... Ik heb ook meegedaan dat Moeders voor Moeders om je urine op te vangen. En um, dat ik dat ook gewoon graag wilde doen. Ik voelde van, ja, dat wil ik wel doen, is helemaal goed. Um, maar dat mensen best wel veel... Ja, ik weet niet, mensen die niet zwanger kunnen raken. Dat je misschien dan denkt, als jij iets minder excited doet... Uh, over je zwangerschap, dat je dan gelijk denkt van, oh ja, maar ik moet er nu echt wel super excited over zijn. Of momenten dat je denkt, um, als je bepaalde meningen of bepaalde iets hebt over een zwangerschap of over opvoeding, dat dat ook, ik weet niet, het voelde als, en dit is allemaal energetische, het voelde echt, en dat voelt het nog steeds, alsof er heel erg veel hangt omtrend zwangerschap. En dat iedereen dus er iets over te zeggen heeft. Um, en zijn mening heeft. En, en ik ben daar natuurlijk ook één van. Um, ja, dus ik vind dat, uh, dat ik nu ook dan zwanger ben in deze periode. Want ja, de coronamaatregelen die zijn in maart hè, ingegaan. Uh, ja, toen had ik natuurlijk al... Uh, ik had nog niet gedeeld... Oh ja, toen had ik het al wel geloof ik gedeeld dat ik zwanger was. Op social media ook. Uh, maar ik heb daar sowieso heel erg lang mee gewacht om het op mijn werk te delen. Um, ik geloof met 20 weken heb ik het gedeeld. 21 weken. Ja, uh, ruim 20 weken heb ik het gedeeld. Uh, toen we ook gelijk de gender review hadden. Toen zouden we eigenlijk een gender review party uh, hebben, maar uh, dat, dat ging natuurlijk dus niet door. Uiteindelijk uh, voel ik ook echt dat dit <laughs> de keuze is van mijn kleine meisje om in deze periode geboren te worden, zodat er veel meer rust heerst omtrent mijn zwangerschap. En dat ik niet zozeer bezig ben met die externe fysieke dingen, maar heel erg bezig ben met. Um, het voelen en waar ik naartoe wens te gaan. Ik ben natuurlijk ook heel erg bezig uh, geweest, en nu nog steeds af en toe bezig met: van ja, waar wil je bevallen? Um, ik voelde in het begin al direct: ik wil gewoon thuis bevallen. En daarna word je toch van ja, maar bij je eerste zwangerschap uh, krijg je toch vaak: um, kom, hè, kunnen er meer complicaties komen of kan het langer duren, waardoor je toch naar het ziekenhuis moet. Nou ja, dus toen dacht ik: ja, laat me maar gewoon naar een geboortehotel gaan. Want ik wil eigenlijk liever niet in een ziekenhuis. Um, maar nu voel ik weer heel erg van: ja, ook sowieso door die maatregelen. Laat mij maar lekker thuis. Dus alles wordt toch wel. Hè, je wordt wel geleid naar je gevoel. Ik krijg ook iedere keer de feedback wanneer ik met iemand anders erover praat. Je moet echt eh, naar je gevoel luisteren. Of als ik iets lees, dat ik iets lees. Want ik heb ook een boek van uh, een vriendin van mij gekregen. Want zij is uh, vorig jaar november is zij bevallen van, een, uh, van haar dochter. En zij heeft Hypnobirthing uh, cursus gedaan. Uh, en ik heb de informatie die zij. Um, een boekjes heeft, die heeft ze aan mij gegeven. Dus die ben ik aan het doorlezen. En daar staat ook alles in over dat je echt naar je gevoel en naar je lichaam moet luisteren. En hele mooie dingen, mooie verhalen eigenlijk daarover. Um, dus toen dacht ik, ja nee, ik mag ook um, veel meer die oerkennis uit mezelf halen. En vanuit het contact met Moeder Aarde. Dus voor nu ben ik, en, en toen ook in het eerste trimester, om bepaald, met bepaalde dingen om te gaan... Ben ik wel meer contact gaan maken met de aarde op een andere manier, maar echt vanuit die moederlijke energie. Vanuit die vrouwelijke, ja, nee, echt moederlijke, moederlijke energie. Het gaat dan niet echt om vrouwelijk, maar gewoon echt het, de bemoederende energie van. Ja, meer tot me gaan nemen. Om zelf daarin ook veel rustiger te worden. En echt het verzorgen en het liefhebben van jezelf. Um, dat is sowieso heel erg belangrijk, natuurlijk. Um, nou, nu heb ik al die twijfels en al die dingen die ik in het eerste trimester had. Dat heb ik nu helemaal niet meer. Maar ik wil je wel meenemen in dat stuk. En ik wil dat ook met je delen. Omdat uh, ik dacht ook een keertje van. Nou, <laughs> ik heb dat één dag gedacht. Maar dat vond ik ook best wel grappig dat ik dat dacht. Want ik dacht ik, ja, heel veel mensen die zeggen dat het allemaal zo geweldig is. Nou, ik moet nog maar zien wat er dan zo geweldig aan is. Ja, en nu voel ik me echt top. En nu weet ik van... Oh ja, oké, okay, ik snap waar ze het over hebben. Over die energie en over... Ik, voel, ik heb me nog nooit zo goed en sexy ook gevoeld. Weet je, echt hoe mijn lichaam verandert. Ik denk, oh my god, it's amazing. I look beautiful. Ik vind mezelf prachtig. En um, ik eet nu ook gewoon uh, wat ik wil eten. Waar ik zin in heb, of dat suiker is of niet. Ik ben ook... Um, want vegetarisch, dat had ik dan natuurlijk wel. Ik ben niet meer 9 uh, van 10 keer vegan... Uh, ik, ik, wil, ik, ik hang er helemaal geen naams meer aan. Want als ik ergens trek in heb. Of als ik dat toch voorgeschoteld krijg. Dan eet ik het gewoon. Um, dat is net zoals toevallig een heel recent voorbeeld. Um, Rashi en ik die zouden eigenlijk um, iets vegetarisch. Of nee, ik zou eigenlijk iets vegetarisch eten. Dan zou ik voor Rashi dan niet vegetarisch hebben. Um, en uiteindelijk had ik zelf dus ook niet vegetarisch. Ik had ik gewoon kip. Maar toen dacht ik, ja, weet je, ik ga dat nu ook niet weggooien. En dat vond ik dan zo zonde. Kijk, en daar sta ik dan niet voor in. Weet je, dat vind ik dan echt verspilling van, van voedsel. Dus uh, dan eet ik het gewoon. Of als ik uh, in het eerste trimester had, ik soms uh, heb ik één of twee dagen gehad van, oh, ik moet echt geen rood vlees, dat heb ik niet gehad. Geen gehakt of zo geen behoefte aan gehakt. Maar wel in kip en dan eet ik het ook. En dan, heb ik er, dan smaakt het me ook anders. Um, dan dat het me voorheen smaakte van, uh, zo'n vieze, vieze smaak, vieze nasmaak. Um, dus ja, daarin heb ik me helemaal overgegeven. En toen kreeg ik ook later de bevestiging, want ik had zo'n meditatie gedaan, die Sophie had gedaan uh, van Soft Choice. Um, in, uh, ja, een maand geleden, na nou, dikke maand geleden, ook ergens in maart, geloof ik. Had zij, geloof ik, die meditatie gegeven omtrent. Voeding en dat was een hele bijzondere meditatie. Slash, ja, ook healing voor mezelf. Ik kan het wel echt als een healing energy ook uh, omschrijven. En um, toen vroeg ik ook: van ja, wat, hoe zit dat nou met mijn voeding nu? Want ik eet gewoon wel echt uh, suikers. Ik merk gewoon ik merk het niet aan mijn immuunsysteem. Hiervoor, als ik suikers ging eten. of als ik een paar dagen wat meer fastfood ging eten. dan heb ik het over weet je, patatjes, uh, met een hamburger, et cetera. Als ik dat meer ging eten, vooral dan buiten eten. dan werd ik gewoon ziek. Ik, werd let, ik, ik kreeg gewoon de griep. Ik was gewoon heel snel vatbaar toen opeens voor um, ja, verkoudheidsenergie, griepenergie of zo. Um, en dat heb ik tijdens mijn zwangerschap. Heb ik dat gewoon echt niet gehad. Uh, ik ben niet ziek geworden. ben nog steeds niet ziek geworden. Uh, voor de rest reageer ik er gewoon allemaal goed op. Maar uh, ik dacht ja die vermoeidheid dat komt misschien ook gewoon door mijn voeding. Uh, ik moet gewoon beter eten. Maar het lukt me niet. Uh, wat kan ik doen? En zo ben ik ook een beetje in de meditatie ingegaan. Om inzichten omtrent suiker vooral. En over mijn voeding. Mijn huidige voedingspatroon te krijgen. En ik kreeg zo helder door van alles wat jij nu denkt en zegt is een oordeel. En vanuit die energie, uh, dat is niet de juiste energie, want wie ben jij om te oordelen over wat jij op dit moment nodig hebt? En dat kreeg ik zo. Dat was, ik had dat nodig om te horen uh, en om te, door te voelen. Weet je? je voelt gewoon echt dat je even op je plek wordt gezet. Weet je, van dat, dat je alsof ik een standje kreeg. Van, ja, maar je bent nu gewoon totaal aan het oordelen. En geef je nou gewoon over aan het proces. En als je ergens trek in hebt, dan. dan zo, ben jij, zo ben ik heel, ben, eigenlijk al heel lang leef ik zo. Ik, ik eet waar ik dan trek in heb. En ik ben er mee, met mijn voeding bezig wanneer ik daar behoefte aan heb. Um, en mijn intentie is eigenlijk altijd om dat te eten wat, wat mijn lichaam nodig heeft: Luister naar je lichaam. En ik had gewoon echt behoefte aan zoet. Ik heb behoefte aan zoet. En zeggen: jij bent niet degene die daarover moet oordelen of dat dus slecht is. Want wie weet, uh, voor hetzelfde geld heeft jouw lichaam dat gewoon echt nodig om stabiel te worden weer in je of bloedsuiker of iets. Uh, omdat je misschien andere bepaalde dingen niet doet. Dus toen, nou, uit, vanuit die energie kon ik weer doorvragen: oké, okay, maar wat is dus voor mij op dit moment gewoon de juiste, uh, mijn juiste voedingspatroon? Uh, even weer een stokje. Want ik voelde me wel hoe. Ik deed het wel. Ik at wel gewoon uh, waar ik dan trek in had. Maar ik had ook wel een beetje een schuldgevoel uiteindelijk, dan daar achteraf erover. Van ja, weet je, dit is gewoon niet wat. Ik voor me zie. Want als ik mijn kind zo zie, dan zou ik mijn kind ook niet weet je, veel geraffineerde suiker uh, geven. Dan zou ik ook alternatieve dingen maken uh, voor haar met haar. Uh, dus waarom doe ik dit? Waarom, waarom stop ik die energie nu niet in mezelf? Dat is ook zo. Nou ja, in ieder geval heel veel oordelen, wat uiteindelijk dus nu helemaal afgevlakt is. Wat ook helemaal goed is nu. Um, wat voor mij goed voelt. Uh, en wat vanuit mijn. Mijn wens is om zo te leven. Weet je niet meer met al die oordelen zitten. En uh, steeds meer die oordelen loslaten. Zodat je ook de, juist die energie daarin kan transformeren. Want wanneer je natuurlijk iets gaat eten, ook met een oordeel, dan ontvang je het sowieso. Um, dus um, ik vroeg zo, nou wat mag ik dan eten? Dan kreeg ik gewoon een beetje door. Nou, begin gewoon eerst met je. Want ik heb zo van het alpro, soja, uh, suikervrij, mango. Begin daar gewoon eerst mee. Doe daarna gewoon een. Uh, weet je wel. Uh, een uur, anderhalf uur of twee uur daarna een stuk fruit nemen. Daarna een boterhammetje of uh, iets anders. En doe dan daarna. Weet je, zo krijg je het een beetje door. En zeg als je dat gewoon aanhoudt. Dan wat je ook eet, dat is helemaal prima. En waar je trek in hebt, is helemaal prima. Want dan ben je op, op ja, een soort van stabiel vermogen. Dus um, nou, dat ben ik gaan doen. En alles wat. Ja, ik, ik geef me ook helemaal daar over. En overal waar ik trek in heb, dat doe ik ook gewoon. Uh, ik moet je zeggen, ik heb trouwens niet. Uh, echt um, cravings. Cravings heb ik niet. Uh, ik heb wel af en toe gehad, ook zeker in het begin... Dat ik opeens trek had in uh, zoetzure komkommer. Nou ja, dan eet ik zoetzure komkommer. Ik had één keer een potje van uh, Koningmex, geloof ik, toen een keertje gehaald. En daarna heb ik het gewoon zelf gemaakt. Want uh, zelf maken, dan moet je nog even een aantal uur... Uh, even in dat, uh, nou ja, hè, dat, dat uh, azijn en suiker even hebben geweekt. Nou ja, dat had ik toen ook gemaakt. En dat heb ik toen ook gewoon gegeten. Bij uh, verschillende gerechten of... Uh, gewoon zo. <laughs> maar dat heb ik dan uh, één of twee dagen. En het zijn niet echt gekke dingen. Gewoon maar heb ik één of twee dagen. En dan is het ook gewoon weer klaar. Uh, soms kan ik ook heel erg. Had ik echt trek in croissantjes. En het grappige is. Zij de kaaskroissantjes waar heel erg trek in had. Waar ik nu echt niet meer aan moet denken. Maar een vriendin van mij die dus uh, bevallen was. Uh, ja dat is grappig. Toen zij goed, um, uh, bevallen was van haar dochter. Ben ik dus uh, in die... ja ...periode zwanger geraakt. Dat is echt heel bijzonder. Dat is zo gaaf. Dus, uh, nou, mo moest ik er even bij zeggen. Maar uh, die had dus ook heel erg trek in hamkaascasaanje staan. Nee, nou, ja, ik eet al, uh, zolang ik me kan herinneren... ...dat is uh, van, nou, vanaf mijn uh, 16e of zo, denk ik... Eet ik ...of vijftiende. Nee, ik denk zestiende of zo. Eet ik geen varken meer. Uh, of in ieder geval heel lang eet ik geen varken meer. Uh, daar reageert mijn lichaam echt vooral niet goed op. Uh, ik kreeg allemaal van die rode bultjes... om mijn bovenarmen... Uh, net zoals als ik te veel suiker eet reageert mijn huid daar ook op dan krijg ik veel meer want ik heb dan pigmentvlek van die witte pigmentvlekken die werden dan echt nou die activeerde dan direct <laughs> dus uh, ja uh, zo weet ik uh, uh, ja <laughs> wat je dan hè, te veel eet wat niet goed voor je is uh, maar uh, nee zij had dan hamkans croissantjes zij had het, geloof ik wel gehele zwangerschap nou ik dan niet ik ben er nu dus al een tijdje van af ik geloof ik heb Twee maanden vanaf. Ik geloof dat ik het echt alleen het eerste trimester had. Um, maar voor de rest uh, ook af en toe van die slagroomgebakjes. Uh, uh, ik heb ook af en toe heel erg trek in uh, echt lactose gehad. Dat ik echt iets van kaas moest eten. Uiteindelijk dacht ik ja, dat zijn ook, en dat is natuurlijk wel zo, waar heeft je lichaam werkelijk behoefte aan? En dat, ik, dat je dan wel op die manier contact met je lichaam maakt eet gewoon wel waar je trek in hebt, merk ik gewoon tijdens zwangerschap. En dat wordt ook iedere keer gegeven, dus ik wil ook wel daarnaar luisteren. Want ik wil ook niet dat mijn kind ergens tekort aan krijgt, snap je? Maar uh, lactose, een trek in lactose, denk ik dat het lichaam reageert op het stuk van: ik heb calcium nodig. En hoe is jouw brein uh, geprogrammeerd dat lactose dat daar calcium in zou zitten? Nou, daar zit wel degelijk calcium in, alleen. Dat uh, zorgt niet voor calcium echt zozeer in ons lichaam. Er is een, voor kinderen wel, maar vanaf een bepaalde leeftijd uh, hebben wij een bepaald soort gen niet meer, hoe ik het kan noemen. Dat verdwijnt dan. En dat, dat gen dat is om lactose en zo, uh, de calcium uit lactose te halen. Op een gegeven moment verdwijnt dat. En wat gebeurt er dan? Dat wanneer wij lactose tot ons nemen, dat wij eigenlijk uit onze eigen Reservoir aan calcium, calcium moeten geven om de calcium in de lactose af te breken. Dat is heel krom. Dus als wij lactose eten, onttrekken we onszelf juist aan calcium in plaats van dat we het onszelf geven. Alleen zo is ons brein wel geprogrammeerd. Um, het is heel interessant om daar naar te kijken, omdat in landen waar er heel veel lactose wordt geconsumeerd, dat daar dus ook uh, de meeste mensen aan osteoporose lijden dus uh, ja er zit veel meer uh, achter uh, het wordt allemaal niet natuurlijk in de reguliere zorg allemaal zo gezegd en uh, daar houden ze zich nog steeds aan aan de schaal van vijf ik geloof mijn verloskundige eigen verloskundige daar weet je niet echt hoor nee mijn eigen verloskundige gewoon het verloskundig team maar uh, en steeds meer mensen ook niet maar er zijn nog zeker in de reguliere zorg hè, van oh ja uh, die, hè, die echt denken van ja die schaal van vijf dat is het gewoon Nou. Als jij je aan de schaal van 5 houdt, dan vind ik dat echt het slechtste ever. Want ik vind gewoon echt dat groente op nummer 1 moet staan. In plaats van graan, brood, uh, aardappelen, etc. Nou ja. Koolhydraten hebben ze het geloof ik dan over. Dus, nou ja. Ik uh, vond dit in ieder geval een hele leuke eerste episode om te delen. Ik vond het nu eigenlijk toch wel vloeiender gaan dan de andere afleveringen die ik uh, heb opgenomen. Dus... Ja, ik hoop dat het ook voor jou goed voelt. Dat je er weer wat. Nou ja, dat je er iets uit hebt gehaald voor jezelf. Dat je het gewoon leuk vindt. Om andere verhalen van vrouwen die zwanger zijn. of die hun verhaal delen over zwangerschap te, te luisteren. Uh, omdat het mijn eerste aflevering is. vind ik het wel heel leuk. En wil ik je ook vragen om een reactie achter te laten ergens. Dat kan zijn uh, op in iTunes. Ik kijk daar eigenlijk haast nooit. Maar het uh, kan op iTunes. Het kan op mijn social media kanaal zijn. Het kan op mijn eigen. Ja, eigen pagina kan ik, moet je wel heel erg ver naar beneden scrollen. Dus dat is niet echt uh, handig. Het kan een mailtje zijn. Weet je, info uit Dat is echt super simpel. Kan je gewoon in een paar woorden even iets achterlaten. En uh, we gaan naar uh, de andere afleveringen. Gaan we het gewoon verder hebben over dingen waar ik mee bezig ben? Um, wat er verder in mijn hoofd zit. Dus we gaan steeds meer weer in de huidige periode. Ik ga ook vertellen over. Uh, ik heb in ieder geval voor twee, drie episodes heb ik geloof ik weer wat staan. Dus um, I'll keep you posted. En um, um, ja, jullie horen alweer van mij. Dus kijk, dit is gewoon mijn reguliere podcast. Maar dan staat er natuurlijk Pregos, Dit is Pregos 1. En daarna komt er Pregos 2, 3, etc. Nou, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor je aandacht, voor je tijd, voor je energie. En dan wil ik jou een hele fijne dag wensen. En Um, ja hopelijk tot ziens tot snel tot hoors <laughs> oké okay. namaste doei doe.